de map Chasm. Wat we wel bereiken is om in dat kleine driehoekje daar te geraken. We gaan toen we gaan hier naar boven. En dan gaan we gewoon daar naar dat stukje dat je eraf ziet springen. Het is best dat je springt, dat je ook bukt de keer dat je in mid-air zit. Oké, dus nu zitten we hier. En dan gaat hij best neerleggen. En dan ga je heel de kant naar links. Totdat je op het punt komt waar dat je kunt herstellen. Voilà, zie. Awesome spot met een sniper of marksman of wat dan ook. Ik hoop dat jullie deze video enjoyed hebben. Ciao.